weet niet of je het goed kunt zien. Maar daar is de zee. Dus we zitten op ongeveer 100 meter lopen van de zee. Super fijn. En nu? Oeh, ingesmoet. En nu? Breakfast. Oké. Een baan met een mooi uitzicht. Nou, we zijn bij de baan waar het donderdag allemaal gaat gebeuren. Hier mogen we onze rondjes rennen met dit mooie uitzicht. En ja, als je de andere kant op kijkt, dan heb je weer precies hetzelfde. Dus super mooi rondje. We gaan ons in ieder geval niet vervelen onderweg. En ja, ik hoop dat ook harde tijden gaan komen. Nou, we beginnen iedere keer eigenlijk onze maaltijd met een lekker slaatje. En ja, wat we gewoon hebben eigenlijk. We krijgen gewoon een pasta. En dan nog iets met vlees en groenten. En dan nog een lekker toetje. Dus dat gaan jullie zien. Dit is onze pasta. Tony heeft wummen. Ja. Met vis. En hoe heet het groente? Cornootjes. Corno. Snijbonen. Corno was groente. En ik heb vlees gekregen aangezien ik vis niet zo lekker. Jij. Crème brûlée. Kom op, Dalit! Kom op! Net 800 meter gelopen. Ik heb alle Italianen verslagen. Het was wel een langzame race, dus ik liep ongeveer 2:12, denk ik. Dus enorm traag met de hele harde laatste 300 en een mooie 100 meter afsprinten. En nu mogen wij kijken naar het grootste spektakel. Waar zijn ze? De snelwandelaars. 3 kilometer lang. Lekker feestje om dit te kijken. En ja, straks gaan we lekker eten en dan nog 2 dagjes genieten hier. 2 dagjes vakantie houden. Want mijn seizoen is eindelijk over. We gaan richting het winterseizoen. Ook dit seizoen ga ik weer lekker crossen. En ja, dus wat meer langere kilometers maken. En natuurlijk ook indoor. En ja, jullie gaan de rest van deze 2 dagen en mijn Italië vlog gaan jullie nog zien. Dus ja, tot straks. E vincitrice della gara degli 800 metri donne col tempo di 2:13:45 da Amsterdam, Danaid Prinseng. Un bel applauso per questo podio, 800 metri femminili. Na de race eten we met z'n allen eigenlijk aan een hele lange gezellige tafel. Ik heb zelf pasta, maar je kan kiezen uit vlees en krijgt er lekker hapjes bij. En we zitten dus aan 1 lange, grote, gezellige tafel met z'n allen.